Het Amberfort is een subliem voorbeeld van Rajput-architectuur, gelegen op een heuvel aan de voet van een meer. De immense citadel is in 1592 op de resten van een 11e eeuws fort gebouwd. Olifanten brengen de toeristen naar boven. Deze dieren worden slecht behandeld en lijden erg onder de hitte. Gelukkig heeft de regering ingegrepen en mogen de dieren maar tot 10 uur 's morgens toeristen naar boven brengen. Reisorganisaties met een geweten weigeren gebruik te maken van de olifanten en verkiezen jeeps. Aan de top van de berg is de grote ingangspoort. Het paleis ligt binnen de muren van het fort dat het bolwerk was van de Caghavagha-dynastie tot de hoofdstad in 1727 naar Jaipur werd verhuisd. De woonvertrekken van de Maharaja's liggen op de hoger gelegen terrassen. Een bijzonder populaire god is Ganesha. Hij valt enorm op tussen de honderden godengestalten van het Indiaanse pantheon, omdat hij het hoofd heeft van een olifant. In de verschillende zalen vind je veel moois, als glinsterend spiegelplafond, imposante pilaren en galerijen. Binnen de muren van het fort vindt u ook de Kesar Kiari, de mooi aangelegde paleistuinen en de tempel van de hindoe-godin Kali. Thank you.